Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn vandaag te gast in het Bernhard Nieuwentijk College in Monnickendam. Voor de brandweerwedstrijd. 1 en 2 baan. De laatste voor de finale. En we hebben hier een scenario neergezet. Goedemiddag. We hebben net gegeten. De eerste 5 ploegen hebben we gehad. Twan gaat even vertellen hoe het scenario in elkaar zit. Ja, het scenario is zo dat de scheikunderacent die wilde iets opwarmen. Een stof opruimen in de ruimte hierachter met een gasbrander. Uiteindelijk is daar iets misgegaan. Is een explosie gekomen, veroorzaakt. Uiteindelijk stonden er verschillende soorten zuren op tafel daar. Die zijn weggesprongen door de explosie, door de druk zijn ze weggevlogen. Zijn kapot gegaan en het zuur is als het ware op de mensen gekomen. In totaal waren er 4 mensen aanwezig, ook te zien hier in het filmpje. Uiteindelijk kunnen er 3 mensen wegkomen. 1 iemand die is achtergebleven helaas, die kwam tegen het bord aan, heeft een hoofdwond gekregen en ligt achter, achter het bureau zeg maar. Uiteindelijk dus komen brand tegen, ze moeten de brand blussen en de slachtoffers verzorgen. En dat binnen zo snel mogelijk tijd en zo veilig mogelijk. Dat is in het korte scenario. De filmpjes zullen de rest vertellen. Ja. Wij gaan ons opmaken voor de laatste 4 ploegen. Er zijn ook mensen die zijn in contact geweest met zuren. Die hebben lichte verwondingen aan hun armen. Hier is de leraar van vandaag. Oh. Hier ook met die heeft dus zuren over zijn arm heen gehad. En deze is net gespoeld door de TS. En dat gaat zo mee met de ambulance. Ja, goedenavond. Prijsrijk is net geweest. Best Nieuw-Beijerland en Blaricum gefeliciteerd met de eerste 3 plekken. Vandaag heeft het Jong Fire and Rescue Team ons geholpen bij de wedstrijden. Hier zijn ze. Zie je hier ook. De toppers. Applaus. Ja. We gaan even voor een diepte-interview gaan we even naar de mensen hierachter om te kijken hoe ze het ervaren hebben. Ja, hoe vonden jullie het, dames? Leuk hoor. Leuk. En wat vonden jullie dan vooral leuk? Mensen irriteren. Slachtoffers spelen. Mensen irriteren. Oké. En wie was de beste uiteindelijk? Degene die haar het best uit heb geholpen naar beneden tillen. Ja. En wie was dat? Best. De beste. Nou, dan heb de beste gewonnen. Ja. Nou, top, dank jullie wel voor vandaag. Helemaal super. Ja. Toppie. We staan hier in de kantine in het kloppend hart van het Bernhard Nieuwentijk College. Samen met de commandant van het Bernhard Nieuwentijk College, Jaap Visser, de conciërge. En Lisa. Lisa. Hallo Lisa. Ja, uiteraard, we hebben iedereen in de vlog meegenomen, dus ook Jaap. Jaap, dankjewel dat we gebruik hebben kunnen maken van het Bernhard Nieuwentijk College. Dat was een super locatie. Die hebben ons verzorgd, we konden hier douchen, we hebben de prijs hier uitgereikt, dus dat was echt top. Ik vond het ook een geweldige dag. Ik vond het een leerzame dag en een fijne samenwerking met de brandweer. En samen met Lisa, een mooie prijs verdiend. Zeker weten, de eerste prijs. Ja. Nou Jaap, dankjewel. Top. En Lisa ook natuurlijk. Ja, bedankt Lisa. Doei! Lisa. Doei Lisa! Dankjewel hè! Ja, Lisa. Mensen bedankt voor de goede zorgen. Graag gedaan. Top! Nou. Dit waren de toppers. En tot de volgende keer.